Nou, er is heel veel behoefte aan kennis, want we willen het allemaal duurzaam, maar niemand weet precies hoe. Dus bedrijven niet, overheden niet, certificeringssystemen niet. We weten wel van het mag niet concurreren met voedsel en het moet goed zijn voor rurale ontwikkeling. Maar hoe meet je dat dan precies? Nou, de duurzaamheid van bio-energie hangt heel erg af van wat voor bio-energie je maakt. Van wat voor gewas je het maakt, wat voor eindproduct je ervan maakt, wat voor conversietechnologie je maakt. Maar ook heel erg waar je dat doet. Het maakt heel erg uit van de fysische, maar ook de socio-economische context. Dus het maakt nog wel uit of je dat in Noord-Groningen doet of dat je dat in Mozambique doet. Dus wij kijken precies in de regio, wat voor gewassen kan je hier telen, wat voor energie kan je ervan maken, zodat er ook het land er zelf iets aan heeft en zodat je dat zou kunnen exporteren. Ja, ik vind mijn werk heel leuk, omdat het heeft toch ergens, ben je bezig met de wereld een beetje beter maken. En natuurlijk is dat natuurlijk maar een heel klein beetje en is mijn bijdrage misschien een millimeter. Maar toch heb je wel het idee dat jij samen met de hele andere onderzoekers bezig bent om het toch een beetje beter te maken voor iedereen. En dat vind ik wel een mooie gedachte. Wat ik persoonlijk heel leuk vind, dat het heel erg afwisselend is. Dus dat het de ene dag achter de computer is en de andere dag weer in het buitenland. Dat ik met zoveel verschillende mensen te maken heb. Niet alleen maar verschillende wetenschappers, maar ook de ene dag praat ik met een minister en de volgende dag praat ik met een boer. Dus het gaat alle kanten op en dat vraagt ook weer andere skills. Het vraagt weer andere skills om in je eentje te modelleren dan dat je ergens in het veld staat in Mozambique met je tentje en je hebt geen diesel meer en je moet nog ergens komen. Dat maakt wel dat je allemaal verschillende skills nodig hebt en je op andere verschillende vlakken jezelf moet uitdagen. Ja, ons werk is heel erg multidisciplinair, dus we zijn heel erg afhankelijk van kennis van verschillende wetenschapsgebieden. En dat is zo leuk aan de Universiteit Utrecht. Dat is een hele brede universiteit waar heel veel verschillende vakgroepen zitten met verschillende experts. Zeker omdat we krachten kunnen bundelen van verschillende expertisegebieden, zijn we een aantrekkelijke partner voor buitenlandse universiteiten of andere kennispartners.